Stel je eens voor, je bent na een lange werkdag op weg naar huis in je eigen vliegtuig. En na de landing taxi je dan de baan af en je eigen wijk in. En parkeert voor de deur, alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Waar dit kan? Only in America. Dit is Cameron Air Park, een wijk in de plaats Cameron Park, vlakbij de Californische hoofdstad Sacramento. Hier delen voetgangers, fietsers, joggers, auto's en vliegtuigen de wegen van en naar de luchthaven. De garages zijn groter, zodat je vliegtuig erin past, en de wegen zijn breder om de toestellen ruim baan te geven. En dit is Patrick O'Brien, vlieginstructeur in Cameron Air Park. Hij kan zich wel voorstellen dat zo'n woonwijk met draaiende propellers ondenkbaar zou zijn in Nederland. You know what? I can imagine it, but it is surprising to me how surprised you guys are that we have it. But it is a different dynamic to be taxiing between houses, around cars, people, you know, jogging, riding their bikes. So it is quite different. Steve, does everybody have a pilot license in this neighborhood? Almost everybody. There's a few that rent here that don't fly, but most of us fly because it's fun. And or a lot of people, and I was one for several years, I flew to work from here. Het vliegtuig van Patrick is een Alaris CH2000. Zo'n type toestel heb ik in Nederland nog niet zien vliegen. Laat staan als piloot bestuurd. Tijd om zowel de Alaris als deze bijzondere luchthaven midden in een woonwijk zelf te ervaren.